16 tienermoeders hebben afgelopen maandag een aanvang gemaakt met de training Textiele Werkvormen Advance bij SAO. Hiermee geven ze blijk vastberaden te zijn zich te ontplooien tot volwaardige modinettes. Deze vervolgtraining is mogelijk gemaakt door het bureau Gemeenschapproject van projecten van het ministerie van Financiën en Planning, dat de kosten volledig dekt. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken doet er alles aan om risicojongeren kosteloze of tenminste betaalbare vaktrainingen aan te bieden, met het doel dat ze betere kansen maken. Na ongeveer 12 jaren is de operationalisering van de afdeling grenspostbewaking van het ministerie van LVV een feit. Deze afdeling is gisteren in gebruik genomen. De afdeling grenspostbewaking zal toezien op de toepassing en de naleving van de wet en regelgeving betreffende de invoer of doorvoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen, diervoeders en diergerelateerde producten ter voorkoming van de introductie van dierziekten, plagen en zoonozen in Suriname. De 53-jarige winkelierster Sheng Yuan Lang is gisteravond bij een roofoverval in haar winkel aan de Pandit Palten Tewariweg komen te overlijden. De politie van het bureau Livorno meldt dat tijdens de roofoverval schoten zijn gelost. Sheng is daarbij geraakt en liet ter plaatse het leven. De buit is vooralsnog onbekend.